In het land waar de zon doordringt in vermiljoen rood, genesteld in azuurblauw, de kleuren van percussie en koper. Thuis ontheemd is een titel van een project. Dat is een project wat ik doe door middel van muziektheater. En een onderzoek wat uiteindelijk een expositie is geworden. Het is een zoektocht naar mezelf. Het is een zoektocht naar thuis. En het is ook een zoektocht om erachter te komen wat voor mij mijn ontheemding is. Schipperen tussen twee culturen. En bij een groep Nederlanders. En ik ben daar een paar jaar geleden mee begonnen. Omdat ik merkte dat ik voor mij thuis zijn een gevoel is. Niet zozeer een plek. En dat ik heel erg bezig was graven naar mijn identiteit, naar mijn roots. Waar kom ik vandaan? Waar komen mijn ouders vandaan, mijn voorouders? Waarom zijn we hier in Nederland? En dat in een tijd waarin er in Nederland best wel een polariserend debat is over wie een echte Nederlander is. Nou, het project is denk ik voor een waar ik nu achter kom, voor meerdere groepen interessant. Aan de ene kant voor jongeren zoals ik, die of getogen zijn, opgegroeid in Nederland, of hier geboren zijn en meerdere gemixte identiteiten hebben. En heel erg merken dat ze bijna een soort van koord dansen tussen twee werelden. Thuis is er een ene opvoeding, op school is er een andere opvoeding. Thuis hoor je bij een groep, buiten de deur hoor je nergens bij. Hier in Nederland hoor je er niet echt bij. En ga je terug naar Marokko, dan ben je ook een Nederlander, hoor je er ook niet echt bij. Dus voor die groep is het interessant. Het is voor vrouwen interessant, omdat ik ook als vrouw op het podium, als kunstenaar met best wel mening, doorbreek ik ook een taboe. En juist ook omdat ik niet alleen muziektheater maak of kunst maak voor mezelf, maar wel probeer ook om ruimte te creëren voor vrouwen die dit doen, is het voor vrouwen heel erg herkenbaar die misschien ook hebben moeten knokken om een studie te volgen, om carrière te maken, om meer te doen dan wat van ze verwacht wordt vanuit huis. Mijn vader is Rifijns ik ben zonder vader opgegroeid, dus ik weet pas sinds een paar jaar wie mijn vader was, dankzij een fantastische neef die ik heb die in België woont. En die heeft mij heel veel kunnen vertellen over Noord-Afrika in de tijd van Abdelkrim al-Gatabi. En waar ik toen achter kwam is dat mijn opa in dat verzet zat. In de tijd van de Annual War, dus de Annual Oorlog, zat mijn opa in dat verzet. Hij vervaardigde zilveren munten voor het verzet, zodat ze wapens konden financieren. Maar wat blijkt, mijn vader en zijn broer zaten ook in het verzet. Dus via mijn grootvader, via mijn vader kwam ik erachter dat een hele diepe link was met Abdelkrim al-Gatabi, omdat zij dus ook gevochten hebben tegen de Spanjaarden. En daardoor kwam ik erachter dat Abdelkrim al-Gatabi een grote filosoof was, een grote denker, veel meer was dan een rebel. Nou, ik denk dat helden heel erg belangrijk zijn voor Nederlandse Marokkanen, met name jongeren, zodat ze weten aan wie ze zich kunnen ophangen. Als jij weet wie voor jou gevochten hebben, voor jouw vrijheid hebben gevochten, wie ervoor hebben gezorgd dat jij nu alle middelen hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen, dan weet je ook dat je sterk bent, dat je sterke wortels hebt. En op het moment dat jij niet weet wie je helden zijn, als je je geschiedenis kent, dan weet je ook niet hoe je in de maatschappij moet staan. Dan weet je dus ook niet waar jij eigenlijk gewoon heel erg dankbaar om kunt zijn. هذه أسن 21 يوليوز وسقوسن 1921 يمسارو من غين ونواري توسنن دقوم زروين دونشت يقان موري محندن ميسن عبد الكريم الخطابي ذي مجاهدني ريفينا قوسبانيو هذا نوسي مجاهدن سيزمار تمزيانين غاسي خدمي دي شوقان سكنت ريفين دقي سبونيا غاي جاس لحظة مقران ودنوروف نراسكا من غين ونواري قيم خمسة وسن أرث وفوثن أسن 21 يوليوز ذي قراولان ريفينا تقضان خيسبونيا ذو مقران سن سيلفستر ذو من غين ونوار إذا يموت سيلفستر سوقاتا سيريفين أما شاورن إسبانيا غزيرو قان يدطفن الفانثن مجاهدن تارياس تيريفين أرمريج Now, ik speel 22 april speel ik in Podium Mozik in Amsterdam, 20 mei in de Meervaart in Amsterdam, 27 mei in Rotterdam, 25
mei treed ik op in Paradiso in de grote zaal. Mag ik een grote showcase geven. Mensen kunnen me volgen op social media. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ik ben overal. Voeg me toe. En hou me in de gaten, want de foto-expositie die hangt nu in de Bali in Amsterdam. Die gaat ook reizen. En volg me omdat ik de komende tijd ook zal gaan reizen. Ik zal naar Marokko gaan, naar de VS. En ik zal veel ervan delen online. Dus volg Rajab.